Ben jij als ouder van een sportend kind, jeugdlid of sporter ook benaderd om training te gaan geven? En klinkt dit wel leuk? Als ervaren trainers kunnen wij je zeggen, het is ook heel leuk. Maar hoe zorg je dat je als startende trainer een vliegende start maakt en niet na een paar trainingen teleurgesteld stopt? Maak afspraken. Over wat je als trainer van je sporters verwacht, maar ook wat jouw sporters van jou mogen verwachten. Geef dan vooral aandacht aan wat je wel wil zien en minder aan dat wat je niet wil zien. Zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt aan te geven wat ze belangrijk vinden. Ook de hele kleine sporters kunnen hier al een goede invulling aan geven. Afspraken kan je maken over de resultaten die je dit seizoen wil behalen, hoe je sporters aangeven dat ze een vraag hebben en hoe jullie omgaan met bijvoorbeeld mobieltjes tijdens de training. Op deze manier heb je jouw vliegende start als trainer en wordt het voor iedereen leuker. Yeah! Wil je nog meer tips over hoe je als startende trainer een succes maakt van jouw training? Volg dan het Instagram kanaal en of de Facebook pagina van Generieke Trainersopleidingen Sport. Of geef je op voor de generieke sportopleiding en ontdek de basisprincipes van didactiek, pedagogiek, sociale en fysieke veiligheid en beweegvaardigheden. Wow. In de beschrijving onder dit filmpje staan de links.